Nu, sinds een week ligt jouw nieuwe single in de winkel, Winter in July. En wij waren erbij toen het nummer werd opgenomen. I lie away, counting seconds of the clock to hold my tears. Nieuwe single gaat, zoals de meeste liedjes, over de liefde. Maar eigenlijk over iemand die zijn partner is kwijtgeraakt en daarover nadenkt en ook wel schuldgevoelens heeft. Dus daar gaat het in kort over. Ik denk dat het een beetje een ballade gevoel heeft, maar toch met de ballen eigenlijk. Maar op de plaat staan nog heel soulvolle nummers ook. Het is in de eerste plaats popmuziek, het blijft populaire muziek. Maar er zitten rock-invloeden in, er zitten soulvolle zaken bij. Dus het is een beetje een mengelmoes van meerdere genres, maar het blijft natuurlijk wel popmuziek. I'm all alone. I watch the door like you are. Het is een ongelooflijk talent. Ik gooi niet vaak met bloemetjes. En hij weet dat ook. Maar nee, het is echt, hij verbaast me toch vaak, moet ik zeggen. Ik ken nogthans Udo al een tijdje. Maar het blijft, laten we zijn, een interessante vogel om in de studio mee te werken. Ja. Je wordt nu al een interessante vogel genoemd. Fijn. X-Factor heeft je eigenlijk tot ster gebombardeerd. Ja, ja. Nu, moet je het doen zonder dat programma? Bezorgt jou dat veel stress? Veel stress niet. Ik moet zeggen, ik heb een heel fijn team rondom mij. Dus die zorgen ervoor dat ik mij goed voel bij wat ik nu allemaal aan het doen ben. Ja. Dus, maar de stress is er wel, want ja, je weet niet wat het publiek ervan gaat vinden. Hè. Inderdaad. Ja. Maar ik kan er mezelf goed in vinden en de mensen rondom mij ook. Dus we hebben vertrouwen. Binnenkort zou er ook een full CD van je uitkomen. Ja, die komt... U-turn heet die? Ja, kijk. U-turn gaat die noemen. Ja? Komt begin juni uit. En, van waar die naam eigenlijk? U-turn eigenlijk... de U was wel leuk. Mijn naam begint ook met een U. Juist, zo ver had ik nog niet gedacht. Het heeft eigenlijk te maken... X-Factor heeft eigenlijk mijn leven overhoop gegooid. In die zin dat ik echt een bocht van 180 graden heb gemaakt. Ja. Ik was eigenlijk in een leventje beland waar ik minder en minder muziek had. Ja. En nu wordt het gewoon meer en meer muziek. Ja, ik denk dat je de goede bocht hebt genomen. Laat ons hopen. Ben jij eigenlijk fan van Rob de Nijs? Oh, ik ken zijn repertoire eigenlijk niet zo goed. Misschien ben je nog een beetje te jong, hè? Misschien om dat wel. Allemaal maar te krijgen. Ik wens hem wel een prompt herstel toe. Ja, dat is heel vriendelijk. Van wie ben je eigenlijk wel fan? Oh, fan van vele mensen. Ik heb niet meteen een idool of zo. Ik hou wel heel erg van soulvolle stemmen, van negerstemmen eigenlijk. Terence Trent D'Arby vind ik geweldig. Ja. Maar ook in België bijvoorbeeld een Jasper Steverlinck. Een Moran dan langs van Stalige kant. Die kunnen mij wel bekoren. Ja. Ja, jou niet alleen. Darleen, volg jij die misverkiezingen een beetje? Eigenlijk niet. Nee, het is niet meteen my cup of tea, maar het is wel leuk natuurlijk voor die dames. Ja, inderdaad. Maar ze zijn ergens te vergelijken met talentenjachten als Idool en X-Factor, hè? Ja, ergens wel. Ik denk dat zulke tv-programma's wel nodig zijn voor mensen die geen vehikel vinden, die geen opstapje vinden. En dankzij zo'n programma kunnen zij wel de kans krijgen om zich te tonen. En, dat is, eigenlijk is dat wel belangrijk voor mensen die iets nastreven, of dat er nu muziek is of iets anders. Dat is waar. Denk je dat bij jullie ook het uiterlijk een rol heeft gespeeld? Of dat ze echt alleen maar naar... Geen idee. De muzikale capaciteiten hebben ik hoop geluisterd. Ik hoop vooral dat het muzikale heeft meegespeeld. Ja. Ik ben ook niet meteen een Don Juan of wat dan ook. Maar ik hoop vooral dat het muzikale heeft meegespeeld. Ja. Het draait rond muziek. Ja, inderdaad. Nu, verkiezingen.